Een artikel van schrijfster Valerie Fris in de ware tijd werd een schijnwerper op de hevige emoties van moeders wiens kinderen misbruikt werden in een oppashuis. De advocaat van de verdachte in deze zaak, M.W., pleitte voor een mildere straf dan de voorgestelde 15 jaar celstraf, terwijl de officier van justitie juist deze eis had voorgesteld. De moeders van de misbruikte jongens zijn het niet eens met het verzoek om een lagere straf, zoals door de advocaat bepleit. Ze voelen zich in de steek gelaten door het rechtssysteem en vinden dat de rechten van de dader boven die van de slachtoffers worden gesteld. Een moeder benadrukt dat de slachtoffers voor de rest van hun leven beschadigd zijn en dat de opgelegde straffen in Suriname over het algemeen te laag zijn. Ze wijst op een eerdere zaak waarin een dader van seksueel misbruik slechts drie jaar cel kreeg. Een andere moeder wijst op het gebrek aan berouw van de verdachte en de nonchalante houding die hij tentoonspreidt. Ze is van mening dat de straffen nog zwaarder mogen zijn, gezien de ernst van de zaak. De moeder van een achtjarige jongen vertelt over de blijvende effecten van het misbruik op haar zoon en de financiële en emotionele druk die het op de gezinnen legt. Ze hoopt dat de rechter bij zijn uitspraak rekening zal houden met al deze factoren. De zaak wordt op 16 april voortgezet, waarbij de officier van justitie opnieuw het woord zal krijgen, waarna de advocaat eventueel kan reageren, gevolgd door een uitspraak van de rechter. Naar aanleiding van het vervolg van de zaak op 16 april zal de officier van justitie opnieuw het woord krijgen, gevolgd door eventuele reacties van de advocaat. De rechter zal vervolgens snel tot een uitspraak komen. De moeders van de misbruikte jongens blijven strijdbaar en hopen dat recht zal worden gedaan aan de ernst van de situatie en de blijvende schade die hun kinderen hebben opgelopen. Ze benadrukken de noodzaak van passende straffen voor daders van seksueel misbruik, om zowel gerechtigheid voor de slachtoffers als een afschrikkende werking te waarborgen. Het is duidelijk dat deze zaak niet alleen grote emotionele en psychologische impact heeft op de betrokken gezinnen, maar ook financiële gevolgen met zich meebrengt door de noodzaak van therapie en andere ondersteuning voor de slachtoffers en hun families. De komende zitting op 16 april zal cruciaal zijn voor het vervolg van deze zaak en de rijkwijde van de gerechtigheid die uiteindelijk zal worden bereikt voor de betrokkenen.